In deze video ga ik u de Reumer Versafix laten zien. Een autostoeltje te gebruiken vanaf 15 maanden tot 8, 9 jaar. Een stoeltje vanaf de maxi cosi, als ze groot zijn, tot 1,50 meter. Tot 1,35 meter moeten ze verplicht in een autostoel te zetten. Dus het is kortom een 1, 2, 3 stoel in één keer klaar. Het stoeltje heeft een 5-punt gordel tot 22 kilo. Dus onder een jaar of 4 is het normaal gesproken gebruikelijk om een kindje achter een 5-punt gordel te zitten. Dat is namelijk nog net een stapje beter om de druk te verdelen als dat we zelf in onze 3-punt gordel zitten. Deze stoel kan qua gewicht 22 kilo aan. Een gemiddelde doorgroeistoel kan 18 kilo aan. Dus ook dit stoeltje is langer te gebruiken met de 5-punt gordel. En dat vinden we wel een mooi pluspunt, omdat het vaak fijn is om een kindje zo lang mogelijk in een 5-punt gordel te zetten. Want in een 3-punt gordel hebben ze al snel de neiging om die gordel achter de rug te stoppen, zodat ze alleen met de heupgordel vastzitten. Nou, dit stoeltje is eigenlijk de voordeligere versie van de Advanzafix. Het stoeltje heeft namelijk een paar dingen minder, maar wat ze wel hebben in de basis, gewoon een hele goede degelijke stoel die vastzit met de Isofix, die een toptether heeft, dus een spanband aan de bovenkant van de stoel die u aan de achterkant vastmaakt als vervanging voor die grote steunpoot in de auto. Het is een mooie slanke stoel. In theorie zelfs passen er 3 naast elkaar op de achterbank, dus niet een enorme pompeuze stoel die enorm veel plek neemt in de auto. Het stoeltje is voorzien van een kleine ruststand, dus voorzien van alle belangrijkste gemakken die u nodig heeft. Het stoeltje wordt ook in Duitsland getekend en bedacht, maar ook gemaakt in Duitsland. Dus hele degelijke producten die duurzaam zijn, waar u lang mee kunt doen. Het stoeltje heeft dan ten opzichte van de Advanzafix een paar dingen minder, zoals ik u zei. Dus ze hebben geen ventilatie in de bekleding, die optie zit er niet op. Ze hebben nog geen extra zijwaartse bescherming. Dat heeft de Advanzafix als een soort opzetstuk als extra. Uiteraard is er wel een bescherming aanwezig, maar het opzetstuk wordt bij deze stoel niet meegeleverd. En bij de Advanzafix is er een gordelpad die in de tweede fase ervoor zorgt dat er wat meer comfort om de schoudergordel zit. Dat het wat zachter aanvoelt als de gordel blokkeert. Dat is bij deze stoel nog niet aanwezig. Wat ze wel hebben, en dat is een groot pluspunt ten opzichte van veel vergelijkbare merken, is een tussenbeenstukje die ook in de volgende fase van de 3-punt gordel blijft zitten. En dat zorgt ervoor dat een kind niet onderuit kan zakken. Dat zien we veel bij een autogordel gebeuren. Dat de heupgordel niet meer op de heupen zit, maar ergens halverwege de buik. En dat gebeurt bij deze stoel dus niet. Dus de heupgordel gaat hiervoor langs, onder dit tussenbeenstukje door. En dit zorgt ervoor dat uw kind hier mooi door wordt opgevangen. Dus zowel in deze fase als in de volgende fase een hele goede stoel voor een goede prijs. En er zijn natuurlijk een aantal verschillen, zo is er altijd goed, beter, best. Maar het blijft een heel goed te adviseren stoeltje. Nou, bent u overtuigd, dan kunt u het product op onze website vinden in allerlei kleurtjes. Op www.beenpark.nl kunt u het product ook direct bestellen. U kunt natuurlijk ook langskomen in een van onze megastores om het te vergelijken met de andere meegroeistoeltjes en om het even te proberen. En wist u ook dat we de laagste prijsgarantie hebben? Dus als u het product elders goedkoper vindt, dan kunt u ons door middel van de mail of de telefoon of in de winkel dat even laten weten. Dan zorgen we dat we onze prijs daarin aanpassen. Dus altijd de beste spullen, het beste advies voor de beste prijs.